Prins Friso, prins op de achtergrond, tweede zoon van koningin Beatrix en prins Klaus. De positie achter zijn broer Willem-Alexander bevalt hem. Ooit zou hij hebben gezegd, je mag Alex wel in elkaar slaan, maar zorg er wel voor dat hij niet doodgaat, want dan moet ik koning worden. Friso, lange tijd omgeven door geruchten dat hij homo was, kwam ongewild in het nieuws door zijn relatie met Mabel Wisse-Smit. Zij zou een verhouding met de crimineel Klaas Bruinsma hebben gehad. Het stel trouwt en vraagt geen toestemming aan het parlement. Friso is daarmee geen lid meer van het koninklijk huis. Wel natuurlijk van de koninklijke familie. Het stel verhuist naar Londen. We hebben hem de volgende namen gegeven. Johan Friso. Bernard Christian David. Zijn roepnaam is Friso. Het is 1968. Een trotse vader toont de wereld zijn tweede zoon. Friso groeit op in betrekkelijke anonimiteit. Op de geëigende momenten, op Koninginnedag of bij een persmoment bij de familie, is hij te zien. Als hij werkt, werkt hij ontzettend hard. En heeft er ook echt alles voor over. Maar als hij geniet van dingen en andere dingen doet, doet hij dat ook met evenveel enthousiasme en inzet. Friso studeert lucht- en ruimtevaartkunde in Delft en economie in Rotterdam. Ook na zijn huwelijk schuwt Friso de publiciteit. Met Koninginnedag, dan is hij erbij. En in 2008 reikt hij de Prins Klausprijs uit.